In deze clip laat ik u kennis maken met een nieuwe serie multifunctional printers van Canon onder de naam Maxify. Maxify multifunctionals zijn vooral bedoeld voor zakelijke omgevingen, voor zakelijk gebruik. En dat uit zich onder andere in een wat grotere uitvoering met allerlei lades om zaken automatisch uit te voeren, om dubbelzijdig te printen, om snel te printen en uit zich ook in grotere cartridges. Nou ja, je ziet hier bovenin een documentvoeding voor om automatisch te scannen of om automatisch te kopiëren. Wanneer je een document hebt van meerdere pagina's, ja, dan kun je die hier invoeren en dan maakt er netjes een PDF van. Dat kun je meteen naar de cloud sturen of naar je Dropbox of naar je computer of naar e-mail. De instelmogelijkheden zijn oneindig, alles werkt draadloos, maar je kunt ook nog gewoon een LAN aansluiten of nog een USB aan je computer koppelen. Er is niks onmogelijk, zeg maar, met deze printer. Hier heb je netjes het scanoppervlak, A4. Ja, scannen en kopiëren doe je hiervan. De bediening gebeurt vanaf een touchscreen. Hier voorop, alle knopjes en alle instellingen wijzen zich daar zichzelf. En je hebt gewoon nog een echte fysieke knop om zwart of kleur te gaan kopiëren of scannen. Voor zit de papierlade, ja, en je kunt tot en met A4 invoeren. Het komt er aan de voorkant in, aan de voorkant uit. De bediening is helemaal langs de voorkant. Dus je kunt dit, ondanks het feit dat het een wat groter apparaat is, kun je hem toch ergens in een klein hoekje zetten. Ja, je hoeft er niet aan de zijkant bij, alleen maar aan de voorkant. En dat is ook wel zo handig. Waarom deze printer zich voor de zakelijke markt onderscheidt, is omdat er grotere cartridges in zitten. Je hebt dan in de zakelijke markt hogere volumes. En nou, dit is even ter illustratie een 12 ml zwart cartridge, dus een XL cartridge zelfs al, van een Pixma MG6150. Die kan dus eigenlijk hetzelfde als deze. Maar je ziet, wanneer je hier veel zwart-wit mee gaat printen, dan wordt het een duur grapje. Doe je dat hiermee, met deze printer, hier zit 70 ml in. Dit kost €12, dit kost maar net 2 keer zo duur, is €25. Maar er zit dus 6 keer zoveel in. Dus de prijs per milliliter is hier 3 keer zo laag. In plaats van €1 is dit ongeveer 33 cent. En daardoor wordt die prijs per afdruk met deze printer in zwart-wit veel en veel lager. Ook de kleurcartridges zijn groter. Ja, dus ook al zou je bijvoorbeeld je eigen briefpapier met een logootje erop, met een gekleurd logootje erop printen, dan is dit toch nog heel erg aantrekkelijk wat betreft printprijs. Goed, wat we nu nog verder laten zien is het dubbelzijdig. Hoe print die dubbelzijdig en hoe snel kan die printen? In wezen zijn er 23 pagina's zwart-wit in standaard kwaliteit. Willen we toch even laten zien om een idee te krijgen van hoe dat precies in zijn werk gaat. Zoals we al aangaven kun je met deze Maxify MB5050 ook dubbelzijdig afdrukken. We hebben hier een documentje voor staan van 2 pagina's. In Word en we hebben aangegeven, nou, dubbelzijdig afdrukken in standaard kwaliteit. En we gaan gewoon maar eens even kijken wat er gebeurt. We klikken nu op OK. En nou, deze printer is dus voorzien van Quick Response. Dus dat betekent dat hij vrij snel meteen begint met printen. Nou, dit is kantje A. Terug naar binnen. En dit is kantje B, dus je ziet hoe snel dat gaat. Het is mooi dubbelzijdig. Heb je een document van 10 pagina's of 20 pagina's en wil je die 10 of 20 keer reproduceren, dan is het een kwestie van gewoon goed instellen in Word. Druk op de knop, voldoende papier in de papierlade en je drukt alles netjes dubbelzijdig af. Voor sommige documenten is het heel handig. En je bespaart er natuurlijk een hoop papier mee. Dus zeker een handige optie in deze nieuwe multifunctional voor zakelijk gebruik, de MB5050. We hebben net gezien dat je met deze Maxify MB5050 prima dubbelzijdig af kunt drukken. Bespaart papier, kun je een bepaalde layout hanteren. Maar je kunt er ook snel grote volumes enkelzijdig op standaard kwaliteit tekst mee afdrukken. En dat gaan we nu even demonstreren. Ik heb een document in Word, 1 A4'tje, vol met tekst. En die ga ik 12 keer afdrukken. Dat zou dus ongeveer een half minuutje moeten duren. Ik klik nu op OK. En de printer wordt dankzij zijn Quick Response snel wakker. En hier zien we de printjes verschijnen. Dit is nummertje 1. Nummer 2. De printkop gaat over het... daar zitten de cartridges aan. Die gaat over papier heen. Dus de printer gaat wel een beetje van links naar rechts. Want het zijn natuurlijk grote cartridges. Je hoort al dat hij het papier, volgende papiertje pakt terwijl hij nog een printen is. Dus daarom gaat het zo lekker vlot. Ik heb er zelf geen stopwatch bij, Maar ik veronderstel dat hij zo klaar is, want in principe duurt dit niet langer dan 30 tot 35 seconden. En dan heeft hij netjes, en hij is dus nu al klaar, 12 velletjes A4 papier op standaard kwaliteit uitgeprint. En ja, dat is prachtig voor zo'n multifunctional. Je hoeft dus eigenlijk nooit te wachten. Nou, in combinatie met zijn uitvoering, met de mogelijkheden, met alle soorten verbindingen, want er zijn ook apps voor en dat soort zaken. Je kunt alles in de cloud doen. En dan met deze printsnelheid en ook de printkwaliteit, want je kunt er ook nog een prachtige foto op afdrukken op fotopapier. Is dit toch wel voor nou, nog geen €150 echt een prachtige printer die zeker in zakelijke omgevingen volledig tot zijn recht zal komen. En die u veel taken die u normaal gesproken op meerdere apparaten moet doen, nu geconcentreerd hebt in één apparaat wat speciaal voor dit soort doeleinden geschikt is. Dus prachtig apparaat, de Maxify MB5050 van Canon.